Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met True Crowns. De vorige aflevering hebben we dus voor het eerst in deze game Bloedmaan weten te zien. En we hebben nog een aantal portals gesloopt en nog een beetje upgrades gedaan. Ik vind het nog best wel goed gaan eigenlijk. Ook al ging het nog best wel een beetje raar wat er allemaal gebeurde, maar dat maakt in principe helemaal niks uit. Maar wacht, heb ik nog twee bulten? Dingen die liggen? Nee, die zijn al weg. Dan is het prima. Dus ja, vandaag ga ik dus even nog een beetje... Ja, ik denk alvast een beginnetje gaan maken aan de boot. Want dat is in principe ook nog best wel handig om te hebben. Gewoon vanwege, ja, dat heb je wel nodig. Oké, hebben jullie nog een beetje geld dan? Ja, dat hebben jullie zeker. Dan ga ik even een muurtje aan de andere kant van dit gebiedje maken. En dat is hier. Zodat jullie toch weer een beetje de mogelijkheid hebben om een beetje te hunten. Nee, kom hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Hier. Het kan vandaag ook zijn dat ik nog weer een nieuwe portal ga slopen. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Misschien aan de rechterkant, denk ik. Ja, aan de rechterkant lijkt me misschien wel het verstandigste om te doen. Oké, die bomen die moeten nu ieder moment gesloopt worden. Ja, dan kunnen we nu eventjes de muur even een beetje meer upgraden. Jongen, pak dat ding dan niet op. Oh, hier kunnen we ook nog een muur maken. Dat is in principe wel heel verstandig, ja. Wow, wow, wow. Een speer en een katapulthut naast elkaar. Dat is heel logisch. Dat betekent in ieder geval wel dat we hier een katapult kunnen hebben. Dat is wel fijn. Zo, waar de fuck vloog die steen heen? Waarom kan ik hier nog meer geld voor betalen? Wat kan ik nog meer met de katapult doen waar ik niet van weet? Waar ik misschien wel rekening mee moet gaan houden. Geen idee, maar ik ga even naar de linkerkant toe, denk ik. Lijkt me misschien wel even verstandig. Hey, kom hier. Ik zie je dat wel. Alsjeblieft. Oh, je hebt ook geld. Mooi. Ik heb nu gewoon te veel mannetjes hier staan die niks aan het doen zijn in principe. Allemaal boogmannetjes kunnen worden, maar ja, dat zijn ze weer niet, hè. Geef me geld. Thanks. Zo. Wat heb je allemaal met geld gedaan? Waar heb je dat geld überhaupt vandaan? Dat is mijn vraag. Hier kun je ook behoorlijk wat muren neer maken.
iets van 4 fucking muren? Moet je er dan met zoveel? Ondertussen ga ik even kijken of ik hier toevallig nog wat aan kan vallen. Ja, waarom niet, hè? Ga ik gewoon ondertussen even weer naar de rechterkant. Zodat we, nou ja, daar ook even kunnen kijken. Maar alle brood is nu wel op. Nou ja, niet zo'n heel erg probleem. Zo, nog 4 bogen staan klaar. Ik ga even wat laten noemen. Ben je wel, ik vind het wel een beetje apart dat die speermannen dan de visjes pakken, maar dan niet alles meenemen. Kijk, jullie zijn zeker nieuw, ja. Het begint behoorlijk donker te worden. Maar ja, het is natuurlijk ook gewoon weer avond aan het worden. Oké, van die bomen moeten we de volgende dag dus ook even vanaf. Maar waarom is hier dan de mogelijkheid voor betalen van nog een katapult of zo? Of, ik snap het helemaal. Vraag me af hoe het aan de linkerkant gaat. Zal het toevallig bij een portal zijn of zo? Of dingen aan het slopen zijn? Wow. Die steen die gaat ver. Oké, aan de linkerkant hebben ze wat gesloopt. Een portal. Dat is prima. Kijk, ik heb echt wat builders meer nodig. Volgens mij heb ik maar 4 builders of zo. Ik dacht dat ik er mee had. Maar dat blijkt zelf niet het geval te zijn. Oké, wat zeg je maar? Waar komen ze vandaan? Oké, ze komen van de rechterkant. Hmm. Oké. Wow! Vuur! Neem mijn doggo! Het is wat ik... wow! Dat werkt verrassend goed! Want mijn hond is weg. Oh, dat ding wat nu geüpgrade. Dus die stenen die worden nu gewoon van vuur. Ik vind het al een hele verbetering. Dat is veel actiever dan die normale steenballen. In principe ook wel effectief, maar ja. Check altijd voor de zekerheid nog bij die speermannen of ze toevallig nog wat coins hebben gedropt. Dan weet ik dat ze dat toch niet hebben gedaan. Oké, volgens mij ben ik wel één mannetje kwijt van die knights. Nee, ik heb ze alle 3 nog. Nou, dan ga ik na deze dag weer naar de linkerkant en dan ga ik ze weer aanvallen. Oh ja, even 2 van die builders maken.
Dan heb ik even nog wat poortjes nodig. Ik heb nu 6 coins. Ik heb er nog 2 nodig en dan... Nee, ik heb er nog meer nodig. Ik ga wel even gauw naar de rechterkant. God. Kut ding. Hallo. Hi. Hallo. Kan ik gelijk even die katapult weer in actie zien. Wat is er voor één avond of hoe zit dat? Volgens mij wel. Dat moet ik nog eens even uit gaan zoeken. Want die vuurballen die zijn wel heel effectief. Maar als ik daar constant voor 5 van die coins moet betalen. Nou, dat wil ik niet hoor. Dat wil ik echt niet. Er is een limiet. En met de rest van het geld kan ik nog eventjes die boot beginnen te maken. Oké, extra builder. Attack. Gaan we even lekker veel geld investeren, zo. Hallo meneer, hier is uw coin. Hi, nog een coin. Oh ja, ik moet dit toch even doen. Dat is een tandwiel. Er zit nu zo'n tandwiel op. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga even naar de linkerkant toe, want ik wil even weten hoe de tussenstand staat. Even zien. Zo, hallo. Ik denk dat ze onderhand wel bij de poorten moeten zijn, denk ik.
Oké, hier is één van de portals die kapot was. Zo'n hermitkamp. Portal nummer 2. Damn, hun zijn ver gelopen. Gerend. Oh, dit is die cliff portal. Oh, rip. Zo, die andere kant is, daar zit dus die, een dok. Die zijn ondertussen nu even die cliffport aan het slopen. Ik dacht heel de tijd dat hij aan de linkerkant zat, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Nou ja, prima. Dan ga ik ook aan de rechterkant binnenkort aanvallen. Want als je dat dok, daar zit ook een portal op. Als je die gesloopt hebt, dan kun je volgens mij een lighthouse maken. Zodat je in ieder geval, dan hoef je dan sloop je je boot niet als je weer naar dit eiland toekomt. Dus daarom wil ik die portals even verslaan. Ik dacht dat ze dat in de linkerkant zat. Was dus niet het geval. Daar zit gewoon die cliff portal. Money! Waarom blijft iedereen achter hier staan? Geen idee. Misschien omdat ik de cliff portal had aangevallen ofzo. Ik heb geen idee. Zien. Ja, want hier staan ze ook nog allemaal achteraan. Oké, misschien dat er zodra ook nog een aanval van deze kant komt. Want ja, hier zijn nog natuurlijk portals over. Tja, mijn hond is natuurlijk ook weg. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet echt een optie. Waarvan ik weet aan welke kant de bossen komen. Ja, maar ja, het ziet er wel gewoon uit alsof er helemaal niks is gebeurd. Dat die cliffpot helemaal niet kapot is, maar... Ja... Ik weet het ook niet. Misschien is het toch wel kapot gegaan en heb ik gewoon niet opgemerkt. Dat zou het natuurlijk ook kunnen. Oh. Ze gooien weer met het vuur. Dat is een beste aanval. Hallo. Oh, hij moest ook echt wachten totdat het vuur voorbij was. Hij was echt van, even wachten tot het vuur voorbij is. Vind ik het gek? Nee, niet echt. Ik vind het wel grappig, die formatie met die speren. Hoe ze ook in de lucht staan. Eentje die staat er volgens mij echt wel door de muur te kijken, te pieken. Eentje die staat er zo schuin, eentje recht naar boven.
En nog één. Oh, nu gaan ze weer naar buiten. Nu even geld zien te verzamelen, zodat ik even 12 coins kan verdienen. Coin, coin, coin. Give me the coin. Ja, blijf ermee prikken. Kijk, hoeveel coins heb ik nou? Ik veel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 heb ik er. Dat is nog niet genoeg, want ik heb er 12 nodig. 8, 9. 10. En de rest. Als dat coin wil opgepakt worden, dan vind ik soms wel irritant. Dan ligt er een coin, maar dan wordt die gewoon totaal niet opgepakt. Dan denk je van, god, ga opgepakt worden. En dan pakt een archer op en dan kun je wel oppakken. Ja, zo van, nee. To the portal. Dan gaan ik ondertussen eventjes wat bomen slopen. Maar ja, ik niet. Ik als koningin mag dat niet. Dat is ook zo vaag om te zeggen. Ik als koningin, terwijl ik gewoon een jongen ben. Maar ja, in game ben ik een vrouwelijk karakter. Tok, tok, tok. Lekker die bomen hameren. Hoppakee. Oh, die is zo gesloopt, joh. Denk je dat er misschien hier achter nog een portal zit? Maybe. Oké, jullie moeten terug gaan. Jullie moeten echt terug. Maar ik hoor helemaal geen aanval komen. Ik snap het niet. Kan aan mij liggen, maar ik snap het niet. Het is gewoon een normale maan. Het is niet een bloedmaan als er een... of een cave is gesloopt. Misschien was er wel de laatste portal, behalve die cliff portal, die is er nog. Maybe. En natuurlijk die dock portal, die heb je natuurlijk ook nog. Maar daar ga ik nou even heen. Die ga ik nog even slopen en dan vind ik het prima voor vandaag. Maar eerst even mijn ding eten even. Want ja, dat was natuurlijk ook even nodig. Het is nu dag 25. Valt allemaal mee. Ik dacht dat het al dag 30 was. Vorige aflevering met die bloedmaan. Bleek niet het geval te zijn. Zo, een taak. Ik loop gewoon met ze mee. En dan zien we wel wat er gebeurt, hè. Ik heb zo'n gevoel dat er nog een cliffportal... of een cliff, een dockportal hier zit. Zo'n ding zat niet in Kingdom New Lands of zo, dus ik weet niet precies... of er dan ook nog monsters uitkomen.
Ondertussen worden deze bomen gesloopt, maar ik ga gewoon even meelopen. Kan geen kwaad. En zo wel, dan ga ik huilen. Oh, wacht, hier zit een kistje. Dat ben ik hier nog nooit langs geweest. Als hier nog een kistje zit en een kamp, ja, dat wist ik. Want dat wist ik dan nog wel. Hier, als het goed is, de dok zitten. Ja, met een portal. Dat is dus een portal die nu gesloten wordt, zodat we dan een lighthouse kunnen maken. Ook de eerste keer dat ik dan een lighthouse ga maken. Deze portal die ziet er wel heel anders uit, wil ik maar zeggen. Het is niet echt een stone structure of zo. Het is echt, ja, heel goopy. Heel slijmachtig. Maar ja, dat maakt niet uit. Oh, lol. Zien hoeveel kogels dit nodig heeft. Lijkt me logisch als dat evenveel nodig is als nou damn, er komen er nog behoorlijk wat monstertjes uit. Ja, misschien ook omdat het nacht wordt. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het ook wel grappig, die reflectie in het water. Misschien is dat gewoon een hele andere dimensie daar onder het water. Oh shit, een van de knights is gevallen. Ja, waarom rennen jullie dan ook daarna heen, sukkels? Ja, daar gaat de goop. Lighthouse. Wat? Kan ik hem nog een keer doen? Daar heb ik niet genoeg geld voor. En daar gaat de coin. Yay. Ze hebben wel de knight kwijt, helaas. Niet echt een gigantisch probleem of zo. Maar ja, wel jammer. Maar ja, dat betekent dat we gewoon aan deze kant geen portals meer hebben die we kunnen slopen. Hallo. Zodat ik nog wel even terug naar die lighthouse. Even kijken wat ik daar nog meer kan insteken. Ik heb ook nog zoveel mannetjes over die hier echt totaal niks te doen hebben. Dus ik kan eigenlijk allemaal boogmannen worden. Ik ga dan een army maken. Maar stel, het zal winter worden in deze game. Zou de... hoe heet dat? Dat je ook geen mogelijkheid hebt meer om te vissen of... ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Oké, even deze kant op. Gewoon helemaal een money patch. Even een beetje vol gooien. Zo. En dan ga ik weer even terug naar de lighthouse. Want we hebben nu in ieder geval een lighthouse. Dat kan ik nou in ieder geval wel zeggen. Dat is in ieder geval heel positief. Want ja, dan heb je ook niet meer zo'n probleem van dat je
dat je bot heel erg geslopt wordt. Want na dit, of ja, als je naar dit eiland nu toe gaat, dan wordt hij gewoon niet meer geslopt. Bij andere eilanden is het dan nog wel het geval. Maar ja. Dit eiland niet. En de aanvallen die kunnen alleen maar via de linkerkant komen, dus... De rechterkant, ja, daar zitten natuurlijk ook geen portals meer, dus ja. Zo, voorspelling. Die bouwman is dus hier nog. Oh ja, ik kan natuurlijk ook nog een farm aanleggen. Niet dat we dat echt nodig hebben, maar het kan wel. Oh, nu wordt die steen. Oh, en dan heb je ook natuurlijk met metaal nog een keer. Dat is wel een heel chill iets. Nou, ik loop weer even terug naar onze kingdom en dan vind ik het wel prima geweest voor vandaag. We hebben eigenlijk best wel wat gedaan voor vandaag. Gewoon een aantal portals geslopt aan beide kanten. En we zijn naar de cliff portal weer slopen volgens mij. Als ik het goed heb, ja, volgens mij wel ja. Want die knights die hebben we nog steeds, dus ja. En dan hebben we natuurlijk ook die lighthouse nu. Dus dat moeten we eigenlijk, dat is de volgende aflevering. Of ik ga er gewoon... Ja, ik kan er natuurlijk ook nog nu wel even mee beginnen. Want ja, coins hebben we nu toch nog wel even zat. Ja, weet je wat? Ik ga er gewoon nu alvast een beetje beginnen maken. Zodat we de volgende aflevering niet allemaal weer hoeven te doen. Ja, we zijn nu toch bezig. Waarom ook niet even afmaken. Oké, nu heb ik weer coins nodig. Maar er zijn vast wel allemaal wat persoontjes aan de linkerkant die nog coins hebben. Of jij toevallig. Meestal hebben die managers ook wel wat coins bij zich op een of andere manier. De bank heeft niks. Het is geen money. Maar hier moet toch wel wat zijn. Vast wel. Valt nog behoorlijk tegen. Ja, dit valt heel erg tegen. Ik dacht, oh, ze hebben hier nog wel zo wat. Nee. Wat de fuck is de hele tijd aan het doen? Er zit de hele tijd een steek in het rond. Stiekem heeft hij gewoon agressieproblemen. Het zal me echt niks verbazen, natuurlijk. Wacht, we hebben één knight verloren en die knight... Die... Is ook niet meer aan de muur. Dus dan hebben we alsnog drie knights. Ik weet niet hoe het werkt, maar oké. Zo weer een aantal onderdelen bij voor de boot. Oké, nu moeten nog natuurlijk wel even wat geld hier zijn, denk ik. Waar de fuck is al het geld? Ik zou het echt niet weten, namelijk. Nee, helemaal niks.
Hebben jullie al dat geld gelaten? Nee, echt niks. Nou, dan ga ik de aflevering wel weer afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.